later. Niet alleen op saxofonisten, maar ook op pianisten, bassisten, drummers. Maar ook op allerlei kunstenaars, schilders, dichters, van alles. Zijn invloed is echt krankzinnig, wordt eigenlijk alleen maar groter. En deze heeft hij opgedragen aan zijn favoriete heroïne dealer. En dat was een markante figuur, die reed rond in een rolstoel. En hij had overal drugs verstopt. Dus het was niet echt iemand waarvan de politie dacht dat hij handelde. Maar Charlie Parker die was dol op die man. En die heeft op een gegeven moment in zijn enthousiasme... heeft hij alle rechten van zijn composities aan de goede man achtergelaten. Waarschijnlijk in ruil voor een hit. Maar dat was op een servetje geschreven, die overdracht van zijn rechter. Dus dat werd in de rechtszaal niet helemaal serieus genomen. En die arme man heeft ook die rechten helemaal niet gekregen. En toen is Charlie Parker gestopt met heroïne gebruiken op een gegeven moment. En heel veel gaan drinken. En dat was nog veel erger. En daar is hij ook aan dood gegaan. Op zijn 34ste. Dus het moraal van dit verhaal, dames en heren. Stop nooit met spuiten. En blijf van de drank af. En dit heet Moose the Mooch. Thank you.
Thank you.